Welkom bij Crossover TV. Wat is er belangrijk voor jongeren met een beperking als het gaat om werk en meedoen in de maatschappij? Dat is de vraag waar het bij ons om draait. En Jolan, wat is de missie van vandaag? Ik stuur gemeenteland in, want er komen nogal wat veranderingen op gemeentes af. Bijvoorbeeld de WMO en de jeugdzorg. Ik vraag me af, weten gemeentes eigenlijk wel hoeveel jongeren met een beperking in hun gemeente wonen? En weten ze dan ook precies wat die jongeren nodig hebben? Wil je dat eens voor me uitzoeken? Met alle plezier. Even denken. Jongeren in beeld. Ik ben er helemaal klaar voor. Hans, jij bent oud-wethouder en jij zat bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op dit moment verandert er veel voor gemeentes. Ook op het gebied van hun takenpakket voor jongeren met een beperking. Hebben gemeenten over het algemeen een goed beeld van deze jongeren? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de gemeenten een beperkt beeld hebben van de jongeren. Een deel van de jongeren kennen ze ook helemaal niet. Want die doen namelijk nooit een beroep op de hulp van de gemeente. En die komen zometeen wel aan het loket van de gemeente terecht. Dus de gemeente zal zich echt moeten gaan voorbereiden op een hele andere groep met heel andere vragen. Wat zou de gemeente moeten willen weten over deze groep? Ik denk dat het voor de gemeente heel erg belangrijk is om heel erg ook te weten met wie je te maken hebt. En ook in die zin mensen ook niet alleen een vraag te beantwoorden, maar ook te motiveren om aan het werk te gaan. Nou, dat is een hele andere taak, een hele andere rol die de gemeente krijgt. En ik denk dat de gemeente heel erg ook gebruik zal moeten maken van allerlei organisaties en instellingen die die kennis wel al hebben. Ja, we zitten hier in een supermarkt. Waarom zitten we hier? Nou, dit is een supermarkt en een werkgever die heeft aangetoond jongeren met een beperking heel goed aan het werk te kunnen hebben en houden. En dat is een motivatie die ook bij de bedrijfsleider zit. Maar dat is aan de andere kant ook zo dat de bedrijfsleider dat niet zonder hulp van een gemeente goed zou kunnen. Dus daar zie je dat het allemaal in elkaar grijpt. De jongeren wil, de bedrijfsleider wil en er is een omgeving nodig die zowel de jongeren als de bedrijfsleider helpt om dat tot een succes te maken. En daarom is het dus zo belangrijk dat de gemeente deze jongeren goed in beeld hebben. Precies. Het is te close, hè? Of te ruim, hè? Ja, het is een beetje raar, hè, zo. Patricia, we staan hier in Utrecht voor een praktijkschool. Ja. Veel jongeren van zo'n praktijkschool hebben straks ondersteuning nodig op de arbeidsmarkt. Heeft de gemeente voldoende zicht op deze jongeren? Ik denk het nog niet helemaal. Voor een deel heeft het ook te maken dat mensen met een beperking, maar dat is het hier bij de jongeren onder andere, vaak heel neiging was geweest om ze vooral buiten het zicht te houden. En wat je ziet is de tendens is ontstaan om mensen veel meer te integreren in de samenleving. Van mensen zijn onderdeel van die samenleving. Nou ja, waardoor je dus als gemeente daarop moet gaan anticiperen om te kijken van oké, waar bevinden die jongeren zich, op welke plaatsen, op welke scholen, wat hebben ze nodig, ook qua werk. En daarvan zeg ik, daar moet de gemeente zeker voor zorgen dat het goed loopt. En hoe verwerk je dat in beleid? Nou, je zou afspraken kunnen maken met werkgevers. Zeggen van, we hebben hier jongeren die een extra steuntje nodig hebben om te participeren op de arbeidsmarkt. Oké, wat voor afspraken kunnen we maken met werkgevers? Qua stageplekken kan je bijvoorbeeld ook al beginnen, goede ondersteuning. Met arbeidscoaches kan je afspraken maken. Dus op zich is er veel te doen, alleen moet je het wel oppakken als gemeente. Wat denk je? Zullen we ze in beeld proberen te krijgen, zodat de gemeente beter weet over wie ze het hebben? Nou, hebben ze meteen een concreet beeld wie het zijn. Nou, doe. Nou, het is onscherp, maar ja, dat staat wel een beetje synoniem voor het beleid van de gemeente, wat nog onscherp is. Dus. Ja. Zo, kopje koffie voor jou. Arthur, waarom hebben wij hier afgesproken? Er werken mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren. Die krijgen hier de gelegenheid om ervaring op te doen, om daarna reguliere werk elders te vinden. En wat het mooie is, dat je daarmee laat zien dat je mensen moet aanspreken op mogelijkheden en niet op beperkingen. En op deze manier heb je die jongen letterlijk in beeld. Is dat belangrijk? Want het gaat erom dat jongeren straks goed geholpen worden. Dus als een vrijwilliger of professional contact heeft met jongeren, dat er dan echt een goed beeld ontstaat van de situatie waarin jongeren geholpen worden. Dat we goed maatwerk kunnen leveren. En dat de problemen worden opgelost en de kansen die er liggen worden gepakt. We zijn wel bezig met een nulmeting om een beetje een beeld te hebben van waar het ondersteuningsaanbod op dit moment zit. En daarnaast zullen we gebruik maken van landelijke cijfers. Maar nogmaals, het belangrijkste zit hem echt in die uitvoering straks. Dat daar gewoon maatwerk geleverd wordt. En zijn die landelijke statistieken 1 op 1 toepasbaar op een stad als Nieuwegein? Nou, misschien niet helemaal, maar het gaat mij vooral om de profielen. Dus zeg maar wat jongeren aan beperking kunnen hebben. Waar je op moet letten als je daar als professional of als vrijwilliger mee in aanraking komt. Dat sommige jongeren juist bepaalde vragen niet stellen en dat je daar zelf veel bewuster op moet doorvragen. Of dat je soms ook weet van, nou dit is het even voor dit moment, meer informatie krijg ik niet. Maar daar komen we in een volgend gesprek wel op uit. Ja hoor, ik heb ze nu mooi in beeld. En Anne-Jan, wat ben je te weten gekomen? Nou Joran, het was nog best lastig om een goed beeld te krijgen. Kijk maar. Wel is duidelijk dat er op dit moment veel op gemeentes afkomt. Maar als het gaat om de participatie van jongeren met een beperking, ontbreekt het nog vaak aan visie. En voordat je beleid gaat maken, is het wel belangrijk dat je eerst goed weet over wie je het eigenlijk hebt. Er zijn dus goede voorbeelden, maar niet alle gemeenten weten voldoende over hun jonge inwoners met een beperking. Daarom hebben we een checklist gemaakt, de gemeenteraad aan zet. En daarmee kan de raad scherp krijgen welke taken de gemeente moet uitvoeren voor hun jongeren met een beperking. 11 vragen die ze daarbij helpen. Wil je meer weten? Kijk dan op crossovertv.nl. En wil je nou zelf een filmpje maken over dit onderwerp? Gewoon doen, stuur het naar ons op en dan zetten wij het op de site. Oké, doei!